Ik ben Miranda, ik ben coach in het Olympisch Stadion. We trainen elke donderdagavond. Dit is goed voor de trainingen. Yes. Yes. Een jaartje geleden ben ik Berane tegengekomen. Heel talentvolle jonge hardloper uit Eritrea. En sindsdien staan we hier elke donderdagavond op de baan. En ook tussendoor doen we gezellige dingen. We moeten opschieten. Geef eens een bordje. Dank u wel voor het diner. Alsjeblieft. Mijn zoontje die heeft hem meegenomen hardlopen om Amsterdam te leren kennen. Dus hardlopen door het centrum, langs musea en zo. Een beetje alle dingen laten zien. Wat ik gewoon aan hem zie, ondanks het feit dat we nog niet 100% met elkaar kunnen communiceren. Zijn Nederlands gaat gelukkig wel steeds beter. Is dat hij gewoon heel behulpzaam is. Het komt van hemzelf. Zoals ik zie hoe hij met mijn zoontje en ook met mijn dochter omgaat, is gewoon heel lief. Gewoon heel, eigenlijk als een stukje familie, toch al nu. If I want anything, Brahane, what do you want? So, mother is, that means the same. So, it is mother, that means that's... Dat is wel een eer, toch? Dat je al direct... die titel krijgt. Daar heb ik wel blij mee. Maar ook verantwoordelijk. Ik voel me gewoon verantwoordelijk ervoor dat hij hier gewoon goed op zijn beentjes, op zijn pootjes terechtkomt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je in een ander land komt, dat er mensen zijn die je helpen, die je welkom laten voelen. Die gewoon het gevoel geven dat je er ook bij kan en mag horen. En zeker in Nederland denk ik dat we gebruik moeten maken van ons rijke verenigingsleven. En die mensen meenemen. Ik denk dat Berane zich inderdaad meer thuis voelt en zich meer thuis gaat voelen. Als hij inderdaad nu met die jongens, ik zie ook weer hoe hij met ze omgaat en zo. En zich steeds vrijer voelt om ook inderdaad met een aantal van hen die zeg maar in zijn snelle groepje zitten, begint hij al te communiceren. Ja, een beetje. Ik praat hem. Het gaat goed. Beter, echt waar. Ja, in het begin Engels, maar jouw Engels was ook nog niet zo goed. Dus dan is het gewoon maar dan iets voordoen en dan ging je er wel achteraan lopen. Engels dus. En nu Nederlands, dus ik moet alleen nog maar Nederlands gaan praten. Hè? Geen Engels meer, mag niet meer. Ja, ik start hier nu. Ja. Lessen. En ik zie nu gewoon dat er meer interactie is. En dat was in het begin niet. Dus hij voelt zich steeds vrijer om inderdaad om zichzelf te kunnen zijn.